Oh ja, ja, wacht, stil eens. Kijk. Amito! Hey! Volgens mij heb jij een taxi besteld. Klopt inderdaad. Ja? Rijksmuseum Boerhaven. Ga lekker zitten. Dankjewel. Welke kant moet op? Die kant. Die kant. Best spannend. Ja, dat snap ik. Jij kan niks, je kan alleen remmen. En wat is Leiden ook mooi? Ik wist eigenlijk niet dat Leiden zo mooi was. Hey Amito, wie ben je en wat gaan we vandaag doen? Ik ben directeur van Rijksmuseum Boerhaven. En daar gaan we ook naartoe. Oké, wat leuk. En wat gaan we daar dan doen? Nou, we gaan daar een les meemaken van ziekte en gezondheid, vroeger en nu. En wat heeft zorg en zekerheid daar dan mee te maken? Nou, die maken het mogelijk dat zoveel mogelijk kinderen dat kunnen doen. Omdat ze het gratis aanbieden. Hé, hey, een slalom! Oh jeetje, joh! Kom, we gaan in slalom! Oh. Wow. Oh nee! Sorry! Oh, dit is... Tim! Nee, ja, het... Pas op! Het lukt gewoon niet zo goed. Het is ook niet zomaar een museum, hè? Nee, klopt. We zijn dit jaar Europees Museum van het Jaar geworden. Europees Museum van het Jaar. Wat houdt het dan in? Nou, dat je het beste museum van Europa bent. Ben jij dan de beste museumdirecteur van Europa? Nee, ik heb een heel goed team. Oh, zo bescheiden. Waar moeten we naartoe? Rechtdoor gewoon. Rechtdoor. Oké, Tim, we zijn er. Remmen. Oh. Oké. Welkom. Bedankt. Kroontje zelfs. Oh. Dit is ons museum. Hoi. Hallo kinderen. Hoi. Nou, ze zijn hier al bezig met de les. Ga lekker zitten. Wij gaan vandaag ons eigen medisch dossier invullen. Dat is wat je normaal gesproken bij een dokter ook doet. Ik hoor het heel zacht. Moet 15 seconden. Kan je uitrekenen hoeveel het in een minuut is? Dan doe je hem in je oor en dan druk je op dit knopje. Ja, oh, nu heeft hij het weer gedaan. Waarom organiseren jullie als museum dit soort lessen voor kinderen? Ja, het museum gaat over wetenschap en dat klinkt misschien een beetje droog, maar we willen hier kinderen spelenderwijs laten ontdekken waar die wetenschap nou over gaat. Ze hebben een stukje in de klas, maar we gaan ook altijd echt het museum in, zodat ze alle brede aspecten van het museum te zien krijgen. Nou, dit is de tentoonstelling Ziekte en Gezondheid, waar we een belangrijk deel van de les geven. Oh. Oh jee. Je arm wordt gewoon opengesneden. Wow. Ja, we zijn nu in het Anatomisch Theater en dit werd gebouwd rond 1600. En hier werden lijken opengesneden voor onderzoek. En wat is nou het leukste wat je hebt geleerd in de zondagklas? Oortemperatuur opmeten. Dat vind ik wel interessant, omdat ik later ook dokter wil worden. Wat leuk. Nou, dan kom ik later bij je langs als ik boven de 37,5 graad ben. Pas maar op, hè. Pas maar op? Ja. Nee, je gaat me toch wel beter maken, hè? Ja. Amito, heel erg bedankt voor vandaag. Nou, ontzettend leuk dat je er was. Ik vond het ook heel leuk. Ik heb ook heel veel geleerd met de kinderen. Jammer dat ik op mijn 32e bepaalde dingen heb geleerd die zij nu al leren. Maar goed, kan gebeuren, hè? Beter laat dan nooit. Ik ga kijken of mijn tandem daar nog staat. Welke kant is het op? Die kant is die kant het op. Ja. Oké, doei. Oké, hoi. Dit was hem, de laatste aflevering van Tandem Taxi met Tim. Blijf zorg en zekerheid volgen, want ze hebben nog veel meer leuke initiatieven. Het is toch heel anders op je eentje op een tandem. Ja.